Kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Koken met Vincent en met Marco. Wij gaan vandaag weer eens wat lekkers maken. We hebben de vorige keer gezonde eierenkoeken gemaakt met worteltjes. De keer daarvoor hebben we heerlijke donuts gemaakt. Dus mocht je die willen checken, check even hieronder aan in de beschrijving. Zijn de moeite waard. En lekker. Super lekker. En je kan delen en je kan er alles mee doen. Wij gaan vandaag iets nieuws maken. Wij gaan vandaag namelijk een hele gezonde manier van een pannenkoek maken. We gaan pannenkoeken maken, maar niet zomaar pannenkoeken. Want we gebruiken geen bloem, geen suiker. Maar wat gebruiken we wel? Banaan. Banaan. Dit is al overgemaakt. Ja, dat scheelt weer. Eén vraagje. Weet je hoe een aap een banaan openmaakt? Ja, aan de onderkant. Kijk. Die is naar school geweest, hoor. Nou, als je hem aan deze kant opentrekt, is de kans dat je de hele bovenkant verpletten super groot. Of dat hij kapot gaat, inderdaad. Dit is hartstikke simpel zo. Probeer het 1000 keer, hoor. Het gaat een stuk makkelijker. Nou, mooi. Banaantjes veld. Sliertjes. Maar we gaan vandaag nog wat meer maken, hè. We dachten van, ja, als je lekkere pannenkoekjes maakt en je denkt een beetje in Amerika, dan hoort daar gewoon een dikke, vette aardbeienmilkshake bij. Of althans, we hebben vandaag specifiek een aardbeienmilkshake, maar we zullen jullie de basis laten zien hoe je moet maken. Maar je zou ook bijvoorbeeld chocola kunnen maken. Of ik zei kerst. Kiwi, karamel, mango, sinaasappel, citroen. Aardbei-citroen. Zo. Ik denk dat dat wel een goede combinatie zou zijn. Dat zou gruwelijk zijn. Dan heb je dat zoete met een klein beetje zuur. En hebben jullie misschien nog leuke ideeën waar wij een milkshake van kunnen maken? Laat het weten aan ons. Ik ga wel weer de klusjes vandaag doen. Nou, wat we eerst gaan doen, we pakken een kommetje en we gaan de banaan dit keer pakken. Ja, ga ervoor. Nee, het is belangrijk dat je de banaan pracht en niet in de blender gooit, want mocht je het in de blender gooien, dan wordt het veel te vloeibaar. Maar je wilt het toch een beetje dik houden, want de ei die we straks gaan toevoegen, die zal je zien, wordt in één keer een hele mooie mengsel en kan je het dus heel makkelijk maken tot een heerlijke pannenkoekje. Je kan hem ook zo groot maken als je zelf wil, hè. Je zou zelfs een trechtertje, of meestal is dat zo'n vormpje, dat je het daar zo intikt en dan kan je iets heel moois maken. Nou, we hebben hier al een mooie bananenpuree gemaakt. Ik ga er eentje voegen. Ben je er klaar voor? Ja. Je zou er eventueel ook nog wat biscuitjes doorheen kunnen doen. Dat is ook lekker, een beetje krokant. Nou, gaan we eerst één ijsje erdoor doen. Het kan zomaar zijn dat deze echt al genoeg is, hoor. Beslag, ja. Nou, wat gaan wij doen om toch een beetje krokante stukjes erin te doen? Ja, wij gaan er walnootjes aan toevoegen. Nootjes zijn heel gezond voor je. Walnoten. En zonder zout, hè? Want zout dat, ja, geeft wel smaak, maar geeft je ook weer dorst. Gewoon lekkere stukjes noot. Mooie grove stukken. Goed mengen door elkaar. Dan zal ik alvast even een pannetje op het vuur zetten. Ja, zoals je kan zien, die ziet er lekker mooi uit. Ja, je ziet stukjes walnoot erin, maar dat komt helemaal goed. Klop je voor elkaar, voor ben je niet meer nodig, leg je gewoon bij de eierschil erin. En dan heb je een hele mooie substantie. Pannetje gaan we heet maken. Een heel klein beetje olie in plaats van boter. En waarom olie? Omdat olie gezonder is dan boter. Ja, we gaan even vloeibare olie inderdaad, want het is een stukje gezonder als een inroomboter. Zorg dat de pan eerst een beetje warm is. Eén momentje geduld. Liftmuziekje. Oké, we gaan nog een klein beetje bloem eraan toevoegen, zodat het een beetje mooi blijft binden. Doen we niet. Dat je een dikke beslag krijgen. Zo, een klein beetje. Jullie kunnen het gelukkig meezien hoor, ik ben heel goed in knieën. Het is ongeveer een halve eenlepeltje tot nu toe wat we erin hebben gedaan. Goed mengen weer. Nou, het begint nou een mooi beslagje te worden. Kijk, zoals je het ziet is het ook een stuk steviger en blijft het ook beter bij elkaar. Dus kijk eens. Kijk, als je nu ziet, is het ook een mooie substantie. Mooi dik beslag, dan gaan we nu de pannenkoekjes bakken. Bakken! Pas op, we gebruiken een hete pan. Vuur. Ja. Hete olie. Als je nog niet met vuur hebt gewerkt, roep je vader of moeder erbij. Doe een beetje zonnebloemolie in de pan. Als de olie er goed doorheen vloeit, dan is je pan heet. Dan kunnen we beginnen. Nou, we beginnen eerst met eentje om even te testen. En als deze goed lukt, dan kunnen we de rest ook bakken. Patel in de aanslag. En heb geduld. Heb alsjeblieft geduld met bakken, want als je dat echt te snel doet, dan gaat het altijd fout. Als je ze te snel omdraait, ja, dan heb je kans dat ze snel kapot gaan. Zo, we gaan de pannenkoek omdraaien. Dit is. Hoppa! Oh. Kijk hoe mooi deze pannenkoek eruit ziet. Nou, hij kan zo met pannenkoekenschip aan het werken, hé. Jongen, jongen. Met mijn spatel. Wat een exemplaartje. Oké. Hebben we weer, net zoals de vorige keer, een basis van banaan, bloem en ei. We hebben er al wat walnoten doorheen gedaan, maar ja, wij zijn gewoon heel erg verwend en wij willen niet hetzelfde de hele tijd eten, dus doen we gewoon weer chocolade aan toe. Hoppa! Zo kom je dus een beetje dagelijks aan je portie noten
En aan een potje chocola. En banaan natuurlijk. We eten nu ook gewoon fruit. Gewoon lekker chocola. Gewoon ja, en de chocola is meer voor de zoetigheid. Dus het ook als een toetje kan eten. Ja. En het smelt er lekker in. Dus je hebt een beetje lekker zo'n chocola smaakje erbij. Moet je kijken. Hoppa, dit. Het is heel makkelijk. Je kan gewoon een basis heb je en dan maak je gewoon een keer chocoladepannenkoekjes. Eet je. Olie voegen we weer toe. Pas op, de pan is nog heet van net. Laten we gewoon weer leuke kleine pannenkoekjes maken. Gaat iedereen proeven straks. Kijk, hier nog eentje. En dan kan iedereen gewoon lekker mee eten straks. Kan hier nog een kleintje? Ja. Ja. Kijk, op. Dus je kan eigenlijk, kan je het zo leuk mogelijk maken en voor iedereen een klein leuk pannenkoekje. Maak er gewoon weer een feestje van. En iedereen is uitgenodigd. Let op dat je het vuur altijd weer uitdoet als je het niet gebruikt. Kijk eens, ik presenteer u allen pannenkoekjes. Hebben we twee pannenkoekjes. Met walnoot en banaan. En deze, de wat zoetige variant. Lekker als een toetje of een tussendoortje. Deze hebben wij met chocolade gemaakt. Wat kan je dus nu allemaal nog gaan doen? Nou, je kan heel veel gaan doen. Je zou kunnen zeggen, een beetje poedersuiker eroverheen. Klaar is Kees. Een beetje vanillesuiker bijvoorbeeld. Hier hebben we nog vanillesuiker. Je zou kunnen zeggen, bij de chocola snij ik een paar verse aardbeidjes. Maar deze zijn we eigenlijk nu nodig voor iets anders? Een nog beter idee, mij. Ja, kijk, een pannenkoek is lekker. Dit zou je bijvoorbeeld 's ochtends kunnen eten. Chocolade, dan moet je wel een hele goede maag hebben. Wil je chocolade pannenkoekjes al eten 's ochtends vroeg? Nou, dat kan ik wel hoor. Dat geloof ik bij. Misschien om 12 uur, 1 uur wil ik me eraan wagen. Je zou bijvoorbeeld hier ook een bolletje ijs bij kunnen doen. En dan heb je een heerlijk toetje. Doe met je wagen bij mij. Banaan, een ijsbolletje, een aardbeidje erop. Je kan het zo gek maken als je wilt. Dus je hebt hier gewoon echt een heerlijk ontbijtje klaar liggen. Of gewoon een chocolade variant. Je kan ze allebei gebruiken. Maar wat wij dachten van, hé, een ijsbolletje bij beide is heerlijk. Kijk wat zei, aardbeidje, ijs, chocoladestokje er mooi in. Je kan het heel mooi afdecoreren. Maar wij dachten van, weet je wat, we gaan het anders doen. Dit is te makkelijk. Wij maken gewoon een overheerlijke aardbeienmilkshake. Yes! Wij gaan zelf een milkshake maken en dat doen we met echte aardbeien om toch onze fruit binnen te krijgen. Halfvolle melk. In plaats van volle melk hebben we halfvolle melk. Dat is wat minder vettig. Aardbeidjes. Maar het belangrijkste van alles. Ho! Haal omhoog. Zonder heerlijke vanille-ijs kan jij geen milkshake maken. Lekker zorg dat je lekker romig ijs hebt, zodat je een romige milkshake krijgt. En zorg dat die bevroren is, hè. Dus wat gaan we doen? We pakken een blender. We doen de twee ijsbolletjes erin. Het is echt heerlijk om dit in de zomer te maken. Heel makkelijk. Even, ja, hij laat wel los, hoor. Dat ging wel. Zo, hij zit nog goed vast ook. Heerlijke ijs. Hoppa, dat is bolletje 1. Daar, en hier hebben we bolletje 2. Eigenlijk even de kroontjes van de aardbeien. En in principe hoeven ze niet verder te snijden, want ja, ik gooi ze toch in de blender. Ja. Dus die doet al het werk voor ons. En even wat wij hoeven te doen straks is even lekker genieten. Van een heerlijke aardbeienmilkshake. Dus als het nu lekker warm weer is, je ziet het, wij doen het voor je voor. Echte Hollandse aardbeien zijn toch wel een van de lekkerste hoor. Kijk, hoppa, aardbeidjes erin. Wil je nog twee aardbeidjes erin? Ah ja, een beetje extra aardbeidjes, heerlijk. Die laatste gebruiken dan als deel gewoon om versiering te maken. Voegen we wat melk aan toe. Begin daar alsjeblieft voorzichtig mee. Hoe meer melk je eraan toevoegt, hoe zachter je milkshake straks is. Dus ik voeg gewoon rustig even een half kannetje, maar iets minder dan de helft eraan toe. Doe de deksel erop. Deksel goed eraf doen, anders hebben we hem goed vast. Een aardbei milkshake fontein straks. Zoek dekking. Ja. Oké, ben je er klaar voor? Ja, ben je al klaar? Zoals je kan zien op de camera, hebben wij dus te weinig ijs in verhouding met melk. Dus wat gaan we doen? Nog wat ijs pakken. Meer ijs! Nou, ijs. We hebben nog extra ijs gepakt. Heerlijk erbij in doen. 1, 2. Poms. We doen gewoon allebei. Ja. Ik hou van een dikke milkshake. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hou een lekkere, stevige milkshake. Maar drink hem niet te snel op. Ja, brain freeze. Gaan we! Ready? Nou, de milkshake is clear! Extra bolletje ijs erin gedaan, zodat we een lekkere dikke milkshake hebben. Zou ik er alvast eentje inschenken? Ja. Oké, we gaan er eentje inschenken. Oh, dat is een goede dikke milkshake hoor. Oeh, een beetje plek voor de slagroom. Wow. Weet je wat mist?
aardbeien. Ja, of aardbeiensaus of chocoladespikkeltjes inderdaad. Ik ga mijn variant maken en of het lekker is, dat laat ik jullie nu weten. Ja, jij mag die proeven. Ik ga door. Ik ga door. Marco mag nog heerlijk genieten. Ik voel, hij is koud. Een klein beetje citroensap toe. Ik ben zelf echt heel benieuwd naar dit. Ik heb dit zelf nog nooit gedaan. Maar aardbeien citroen klinkt als een goede optie. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar... Gaan we? Klaar? Gaan we even kijken wat nou de lekkerste is. Ik ben heel benieuwd. Oh, moet je ruiken, man. Dat ruikt niet lekker. Oh, maar je hebt er maar zo weinig in gedaan. Oh. Ook hier weer een mooi aardbeidje erop. Oh, zo. Moet je kijken hoe heerlijk dit eruit ziet. Nou, ik zeg tot proost. Proost. Jij hebt nog geproefd. Nou, aardbeien milkshake met een bananenpannenkoekje. Laten we dat even testen. Dit is beter, vriend. Nou, dit is geweldig. Tot van de keer. Nou, meer pannenkoekjes voor mij. Ik maak geen grap. Proeven? Een beetje citroen maakt het af. Holy frietsaus. Hij wordt inderdaad wat frisser. Dat was een heel goed idee van jou. Nee, echt een citroen. Wat vind jij eerlijk? Eerlijk? Ik ga denk ik ook voor de citroen. Ja, een klein beetje. Dat maakt gewoon net dat zoet een beetje zuur en dat zuur een beetje zoet. Dus wat krijg je dan? Sjoerd. Krijg je echt de sjoerd in je milkshake? We hebben een nieuwe smaak ontwikkeld. Zo. Nou, neem ik er meer even een bananenpannenkoekje bij. Ik ook, tas toe. Oh, lekker man. Dat is ook wel een goede combinatie ook. Ah, we hebben gewoon die gesmolten chocolade erin. Banaan. Heerlijk. En die walnootjes hè, die ertussen zitten. Zo. Nou, ja. Een beetje meer bite. Nou, wij zijn er klaar voor vandaag hè. Ja. Oh. Wat zit nou met de citroen? Die is met citroen. Ik wou maar dat je mij niet nuts in gaat pakken, jongen. Hey. Wij gaan ondertussen heerlijk verder smullen. Ik hoop dat jij dit een heerlijke leuke video vond en dat jij wat er bent opgeschoten van hoe je zelf een heerlijke milkshake kan maken met deze warme dagen die er weer aan gaan komen en de zomervakantie. Vond je dit leuk? Druk alsjeblieft even op het duimpje omhoog. Vergeet die honden even niet te abonneren en laat even achter in de reacties wat wij de volgende keer moeten gaan maken. En wat jouw lievelingsmilkshake is, ben ik ook wel heel benieuwd. En wat jouw lievelingseten is, bijvoorbeeld. Of hoe zou jij nog meer een pannenkoek maken met banaan en walnoot en een ei? Wat zou jij toevoegen? We hebben chocola gedaan, maar het kan ook zomaar iets anders zijn. Ik heb wel een keer frambozen gebruikt, druiven, peren. Wat dacht je van een kers? Een lekker beetje warme kersensaus over de pannenkoekjes. Dus, mocht jij nou nog wat leuks hebben, hieronder in de reacties. Tot de volgende keer natuurlijk en ciao!